Welkom bij de opening van de Fuchsia tentoonstelling op Museumboerderij de Wijndersoelen. De graaflijke familie, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het zo verrassend en zo fijn dat jullie er zijn. Fuchsia is een plant die u heel gemakkelijk in de tuin kunt zetten. Op het bed met 20 tegelijk kunt zetten, in een bloempot kunt aanplanten. Het is geen plant om in zijn eentje ergens op te hangen. Maar ik dacht, als ik kijk naar de ruimte rond het kasteel, daar kun je beter wat in de grond planten. Dan gewoon 3 weken op vakantie gaan en staat het er nog mooi. Dus wij zochten dus een plant die aan die eisen voldeed. Nou, en dat is dus de plant geworden die hier staat. En die planten die gaat nu komen. Onze... Kijk eens. We hebben een hele oude kleine poppenkinderwagen gevonden. Dit is dus de kweker, Gert-Jan van Brink. En ik wil u vragen om deze plant te dopen. Wel de plant. Kijk, dat is een horloge. Kijk, het is. Ja. Dit is voldoende. Mooi. Veel succes ermee. Hartelijk dank. Ja. Graag gedaan. Echt een leuk. En dan mag ik u verzoeken om een oog. Ja. Heel fijntjes. Ja, ik ben bijna sprakeloos, moet ik zeggen, door de opkomst en het enthousiasme van iedereen. En ik heb de afgelopen maanden, want het is al een tijd geleden dat ze vroegen of ik bereid zou zijn om deze prachtige fuchsia mijn naam te geven, heb ik het liedje van Herman Vinkers gehoord. En dat kent u natuurlijk allemaal. En dat liedje hebben we, ik denk dat het 6-7 jaar oud is, hebben we thuis gehoord toen vader er nog was. En toen hij dat hoorde, zat hij ook te glunderen op de bank. Want Striep is alweer 20 jaar geleden en we hadden dus, hebben nog steeds, de aquarel van de Graaf Christiaan thuis hangen. Het zijn weinig mensen die het gegund is om een fuchsia, ik noem ze altijd fuchsia, maar vernoemd te krijgen. Ik vind het een symbolisch, waanzinnig teken. Het voelt toch als een soort vereeuwiging. En ik zal er heel goed voor zorgen. Je krijgt het makkelijk, een huis zonder trammeland, et cetera. Dus ik hoop dat er nog kleintjes komen, of dat we nog dat ik ze kan stekken en dat soort dingen. Maar dank u wel. Thank you.